Hey, welkom bij een nieuwe video. Schaaldieren met hun intrigerende exoskeletten vormen een diverse groep binnen het dierrijk die overal ter wereld in zeeën en oceanen te vinden zijn. Van garnalen en krabben tot kreeften, de verscheidenheid van soorten loopt in de duizenden. Hoewel veel schaaldieren een bron van voedsel zijn voor mensen, herbergt deze groep ook enkele van de gevaarlijkste wezens. Vandaag laten we je de 20 zien. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. De Amerikaanse kreeft kan enorm variëren in grootte, waarbij volwassenen doorgaans tussen de 0,45 en 1,8 kilogram wegen. Maar sommige kunnen meer dan 20 kilogram wegen. Het zijn opmerkelijk langlevende wezens waarvan wordt geschat dat sommige individuen meer dan 100 jaar in het wild kunnen leven. Kreeften hebben twee verschillende scharen, één is groter en wordt gebruikt om te verpletteren, terwijl de andere kleiner is en scherpere tanden heeft voor het scheuren. De scharen van Amerikaanse kreeft zijn ongelooflijk krachtig en kunnen het druk uitoefenen tot ongeveer 7 kg per vierkante centimeter. In een natuurlijke omgeving kunnen kreeften territoriale disputen met andere kreeften aangaan. Tijdens deze ontmoetingen kunnen kreeften hun scharen gebruiken om de schaar van hun tegenstander af te rukken, te breken of te scheuren. De grotere schaar, bekend als de verpletterschaar, wordt gebruikt om hardschalig voedsel zoals mosselen, schelpdieren en krabben open te breken. Hij gebruikt zijn kleinere schaar, bekend als de snijder- of knipperschaar, om prooien zoals vis en inktvis te grijpen. Zodra de prooi door de grote schaar is verpletterd, proeven en plukken de volgende poten het voedsel uit elkaar, waarna de kleinere poten het in stukjes naar de mond brengen. Nummer 19. De bitsprinkhaankreeft bezit zeer ontwikkelde scharen, ook wel dactylclubs genoemd, die ze gebruiken voor jacht en verdediging. Deze scharen zijn ongelooflijk sterk en kunnen krachtige klappen uitdelen aan hun prooi. De kracht van een slag van een bitsprinkhaankreeft is verbazingwekkend, met snelheden die meer dan 80 km per uur bereiken. Daarnaast is hun kracht sterk genoeg om door de schelpen van krabben en schelpdieren heen te slaan. Sommige soorten bitsprinkhaankreeften staan bekend als smashers. Ze hebben knotsvormige scharen die ze gebruiken om krachtige klappen uit te delen aan hun prooi. Deze slagen zijn snel en krachtig, waardoor ze de schelpen van hun prooi kunnen openbreken. Smashers slaan met zoveel kracht dat als een mens dezelfde relatieve kracht zou kunnen genereren, hij door staal zou kunnen slaan. Andere soorten bitsprinkhaankreeften worden spearers genoemd. Ze hebben scherpe, puntige scharen die ze gebruiken om hun prooi te doorboren. De slagen van bitsprinkhaankreeften zijn zo krachtig dat ze kleine belletjes in het water kunnen produceren, een fenomeen dat bekend staat als cavitatie. Hoewel bitsprinkhaankreeften doorgaans niet agressief zijn tegen mensen, kunnen ze pijnlijke verwondingen veroorzaken als ze verkeerd worden gehanteerd of worden geprovoceerd. Hun scharen zijn ook sterk genoeg om sneden en wonden te veroorzaken, wat hen de bijnaam duimsplijters heeft opgeleverd. Nummer 18. Modderkrabben zijn het type krab dat wordt gevonden in mangrovenmoerassen in tropische en subtropische regio's over de hele wereld. Er zijn verschillende mythen en feiten geassocieerd met deze soort krabben. Zo geloven sommigen dat de modderkrabben ziektebestrijdende eigenschappen in hun bloed hebben, met name tegen dengue en kanker. Echter, voor het zeeleven zijn ze een ware nachtmerrie. Modderkrabben hebben sterke scharen met goed ontwikkelde stekels op de buitenkant van de carapace en op de voor- en achterkant van de propodus. Deze krabben vertrouwen voornamelijk op hun harde schelpen en defensieve houdingen om zichzelf te beschermen tegen roofdieren. Wanneer ze worden bedreigd, kunnen ze hun scharen gebruiken om een aanvaller te knijpen of vast te grijpen als verdedigingsmaatregel. Modderkrabben kunnen zich ook ingraven in een modder of zich verstoppen in spleten om roofdieren te ontwijken. Als opportunistische eters en zowel aaseters gebruiken ze diverse jachtstrategieën om prooien zoals kleine vissen, weekdieren en schaaldieren te vangen en te consumeren. Ze gebruiken ook hun scharen om hun prooi te grijpen en te verpletteren, schelpen open te breken of hun voedsel uit elkaar te scheuren. Nummer 17. De Europese groene krab is een invasieve soort die zich heeft verspreid buiten zijn oorspronkelijke gebied in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan en de Baltische Zee. Een kenmerk van Europese groene krabben is de reeks van 5 driehoekige tanden aan elke kant van hun rugschildrand, gelijkmatig verdeeld bij de breedste punten buiten de ogen. Deze krabbensoort wordt beschouwd als een van de meest invasieve soorten in marine omgevingen. Ze hebben weinig natuurlijke vijanden, jagen agressief en eten hun prooi, vernietigen zeegras en concurreren met lokale soorten om voedsel en habitat.
Er is gedocumenteerd dat ze jonge koningskrabben en jonge zalmen verslinden, waardoor ze een bedreiging vormen voor inheemse soorten. In gebieden waar Europese groene krabben grote populaties hebben gevestigd, kunnen ze dramatische effecten hebben op andere soorten. Ze hebben ook een vraatzuchtige eetlust en kunnen aanzienlijke hoeveelheden voedsel consumeren, zoals tot 40 kleine schelpdieren per dag. Hun jachtgedrag in combinatie met hun vermogen om verandering in temperatuur, zuurstofniveaus en zoutgehalte te tolereren, stelt hen in staat om in verschillende omgevingen te gedijen. Nummer 16. Reuzenpissebedden heersen over de bodem van de oceaan als aaseters. Deze wezens hebben een opvallend uiterlijk, een gesegmenteerd lichaam met 14 poten en een hard exoskelet dat bescherming biedt. De grootte van reuzenpissebedden kan variëren, waarbij sommige soorten lengtes van wel 30 cm bereiken. Ze bewonen de diepzee, meestal te vinden op dieptes variërend van 100 tot 2500 meter. Ze zijn ook goed aangepast aan de extreme omstandigheden van de diepe oceaan, inclusief hoge druk, lage temperaturen en beperkte voedselbeschikbaarheid. En met beperkte voedselbeschikbaarheid komt ook hun felheid. Reuzenpissebedden zijn opportunistische aaseters die zich voeden met de verscheidenheid aan voedselbronnen die naar de oceaanbodem zinken. Ze consumeren voornamelijk aas zoals karkassen van zeedieren en staan bekend om langzaam bewegende zeekomkommers en sponsen te eten. Hun dieet bestaat voornamelijk uit afbrekend organisch materiaal. Reuzenpissebedden hebben ook verschillende aanpassingen die hen helpen te overleven in de diepzeeomgeving. Ze bezitten bijvoorbeeld grote antennes die helpen bij het waarnemen van hun omgeving en navigeren in het donker. Hun samengestelde ogen met duizenden individuele facetten stellen hen in staat een breed gezichtsveld te hebben en zijn gevoelig voor snelle bewegingen. Nummer 15. De Japanse reuzenkrab heeft de grootste bekende pootspanhoogte van alle gleedpotigen, tot 3,7 meter van schaar tot schaar. Zijn uiterlijk heeft geleid tot zijn gebruikelijke naam, omdat het op een spin lijkt. Japanse reuzenkrabben zijn voornamelijk aaseters die zich voeden met dode dieren of planten die naar de oceaanbodem zinken. Ze zijn echter geen actieve jagers, maar speuren de oceaanbodem af naar voedsel. Daarnaast staan ze bekend om het eten van algen, planten, weekdieren en kleine vissen, waarbij ze hun krachtige scharen gebruiken om hun prooi te vangen en te verscheuren. Japanse reuzenkrabben leven in de diepzee, meestal op dieptes van 100 tot 2500 meter. Ze gebruiken hun krachtige scharen, bekend als cellipeden, om schelpen van schaaldieren open te wrikken of hun voedsel uit elkaar te scheuren. De lange poten van een Japanse reuzenkrab worden gebruikt voor voortbeweging en om over de oceaanbodem te manoeuvreren op zoek naar voedsel. Mannetjes van deze soort hebben grotere scharen die ze gebruiken om roofdieren en concurrerende krabben af te weren. Hun scharen zijn ook krachtig genoeg om snel objecten, inclusief menselijke vingers, te grijpen en kunnen daardoor ernstig letsel veroorzaken. Nummer 14. Spookkrabben hebben een uniek uiterlijk dat hen helpt op te gaan in een zanderige omgeving. Ze hebben een doosachtig lichaam met een hard exoskelet en hun kleuren variëren van lichtgeel tot grijs of bruin. Hun ogen bevinden zich op stelen, wat hen in staat stelt in meerdere richtingen te kijken zonder hun lichaam bloot te stellen. Ze zijn vooral 's nachts actief, hoewel ze ook overdag gezien kunnen worden. Spookkrabben staan bekend om hun graafgedrag, waarbij ze tot 1,2 meter diepe holen in het zand graven voor bescherming tegen roofdieren en extreme temperaturen. Ze hebben ook het vermogen om van kleur te veranderen en zich aan te passen aan hun omgeving, wat extra camouflage biedt. Spookkrabben hebben ook grote gestilde ogen die 360 graden kunnen draaien, waardoor ze roofdieren uit verschillende richtingen kunnen detecteren en ze hebben een snel en behendig loopvermogen. Sommige soorten spookkrabben hebben echter scharen van ongelijke grootte, waarbij één schaar groter is dan de andere. Deze scharen kunnen worden gebruikt voor verdediging tegen roofdieren of in competitie met andere krabben. Spookkrabben hebben ook het vermogen om geluiden te produceren als een vorm van communicatie. Ze kunnen de grond slaan met hun scharen tegen elkaar wrijven om een raspend geluid te maken of hun poten wrijven om een borrelend geluid te creëren. Deze geluiden kunnen dienen als waarschuwingssignalen voor roofdieren of als communicatiemiddel met andere krabben. Nummer 13. Pistoolgarnalen, ook wel bekend als knalgarnalen, zijn de criminelen van de oceaan en ze hebben een kenmerkende schaar die groter is dan hun lichaam. Deze schaar is een primaire wapen en wordt gebruikt voor jacht en verdediging. De schaar is zo ontworpen dat deze cavitatie van een hoge snelheidswaterstraal kan genereren wanneer deze snel wordt gesloten.
Dit maakt het een geluid van een kogel, vandaar pistool in hun naam. Bij de jacht stalken pistoolgarnalen hun prooi en grijpen ze hen met hun linker schaar. Vervolgens schieten ze door de veiligheid van de schaar in hun rechterhand los te laten. Door hun schaar met indrukwekkende kracht te sluiten, schiet een zuigerachtig onderdeel het water met hoge snelheid uit, waardoor een krachtige bel ontstaat. De bel verdooft of verwondt niet alleen de prooi, maar produceert ook een luid geluid wanneer deze knapt. Het knallen van de schaar en de resulterende schokgolf worden gebruikt om de prooi te immobiliseren of te doden, wat het voor de garnaal makkelijker maakt om deze te consumeren. Het knalgeluid kan geluidsfrequenties van ongeveer 218 decibel bereiken, wat het tot een van de meest luide geluiden maakt die door een dier kan worden geproduceerd. Kun je je voorstellen dat je onder water een kogel hoort en het slechts een pistoolgarnaal is? Hoe angst en jager moet dat wel niet zijn? Nummer 12. Smaragdkrabben hebben relatief sterke scharen die ze gebruiken voor zowel verdediging als voeding. Hoewel ze niet zo krachtig zijn als sommige andere krabbensoorten, kunnen hun scharen nog steeds schade toebrengen als ze zich bedreigd voelen. Wanneer bedreigd, kunnen ze hun scharen in een verdedigende houding heffen. Smaragdkrabben hebben een natuurlijke camouflage met een levendige groene kleur, waardoor ze kunnen opgaan in een omgeving zoals met algenbedekte rotsen of koralen. Deze camouflage helpt hen te beschermen tegen roofdieren door ze minder zichtbaar te maken. Bovendien zijn deze krabben bedreven in het vinden van verstopplaatsen tussen rotsen, spleten of in grotten overdag. Ze gebruiken hun scharen om zich vast te houden aan rotsen of koralen terwijl ze grazen op de algengroei. Hun voedingsstrategie omvat het plukken en scheuren van algen en het verwijderen ervan van de oppervlakken. In een beperkte ruimte kunnen meerdere smaragdkrabben agressieve interacties aangaan, inclusief klauwzwaaien, worstelen of zelfs fysiek gevecht. Dit gevecht kan duwen, trekken en pogingen om de tegenstander te overmeesteren omvatten. De agressie tussen smaragdkrabben is onderdeel van een aangeboren gedrag om een hiërarchie binnen een groep of populatie te vestigen. Nummer 11. Zandvlooien zijn veel voorkomend op zandstranden en getijdenzones over de hele wereld. Ze geven de voorkeur aan zandige substraten waar ze gemakkelijk kunnen graven en zich verstoppen. Deze vlooien worden vaak in grote aantallen gezien, vooral na hoge tijden of stormen die ze aan land spoelen. Zandvlooien zijn in verband gebracht met de overdracht van Leishmaniacus, een ziekte die kan leiden tot huidwonden, infecties, orgaanschade en in ernstige gevallen zelfs de dood. De ziekte wordt veroorzaakt door parasieten van het geslacht Leishmania en wordt overgedragen door de beten van geïnfecteerde zandvliegen. Zandvlooien, met name Tunga penetrans, zijn gelinkt aan de overdracht van deze ziekte, vooral in tropische en subtropische regio's. Deze vlooien graven zich in de huid, meestal in delen van de tenen, de zool of de hiel van de voet, wat intense ontsteking, pijn en jeuk veroorzaakt. In ernstige gevallen kan het graven leiden tot meerdere lesies op de voeten van de persoon, wat het er moeilijk maakt om te lopen. De vlooien zuigen ook aanhoudend het bloed van hun gastheren. Nummer 10. Wolhandkrabben hebben een opvallend uiterlijk met een harige bedekking op hun scharen die op wanten lijkt, vandaar hun naam. Ze hebben een groen-bruin of olijfkleurig panzer en hun lichamen kunnen tot 15 cm breed worden. Hun poten zijn lang en spittig, aangepast om te kruipen en te zwemmen in zoet water en estuarine omgevingen. Ze staan bekend om het graven in rivieroevers wat erosie en instabiliteit veroorzaakt, wat kan leiden tot habitatverlies en veranderingen in de stroomdynamiek van waterlichamen. Bovendien kunnen hun voedselactiviteiten de voedselketen verstoren en concurreren met inheemse soorten om hulpbronnen, wat de ecologische balans van binnengedrongen ecosystemen potentieel kan veranderen. Deze krabben concurreren met inheemse soorten om hulpbronnen, inclusief voedsel en leefgebied. Er is gemeld dat ze de eieren van zalm, forel en steur eten, wat de succesvolle voortplanting van deze soorten kan beïnvloeden. In Europa staan ze bekend om het beschadigen van commerciële visnetten en vangsten wanneer ze in grote aantallen aanwezig zijn. Ze kunnen zelfs de koelsystemen van energiecentrales blokkeren, wat industriële verstoringen veroorzaakt. Nummer 9. Blauwe krabben zijn tienpotige schaaldieren en hun wetenschappelijke naam, Callinectes sapidus, betekent smakelijke mooie zwemmer. Ze hebben een gevlekte bruin panzer waarbij volwassen vrouwtjes rode accenten vertonen op de tips van hun scharen. Blauwe krabben zijn opportunistische omnivoren. Hun dieet omvat kleine vissen, tweekleppige, andere schaaldieren en plantaardig materiaal.
Ze gebruiken een krachtige schare om schelpen open te kraken en hun prooi uit elkaar te scheuren. Daarnaast staan ze erom bekend voedsel te zoeken en actief levende prooien te jagen. Net als hinderlaagroofdieren wachten ze tot een geschikte prooi binnen in hun bereik komt. Ze kunnen ook actief prooien achtervolgen waarbij ze een krachtige zwempoot gebruiken om kleinere organismen te vangen. Blauwe krabben zijn ook bekend om hun behendigheid en kracht. Zo gebruiken ze hun krachtige scharen voor jacht, verdediging en het hanteren van voedsel. Het vijfde paar poten, gevormd als paddels, stelt hen in staat efficiënt te zwemmen. Nummer 8. Hoefijzerkrabben bestaan al meer dan 300 miljoen jaar, wat betekent dat ze zelfs ouder zijn dan dinosaurussen. Het is belangrijk op te merken dat deze krabben een belangrijke rol spelen in de voedselcyclus. Veel kustvogels, trekvogels, schildpadden en vissen zijn afhankelijk van de eieren van deze krabben als een essentieel onderdeel van hun dieet. De eieren bieden een rijke bron van eiwitten voor deze dieren. Hoefijzerkrabben zijn niet kieskeurig en consumeren bijna alles wat ze tegenkomen in hun omgeving. En ze hebben geen kaken of tanden. In plaats daarvan gebruiken ze hun gespecialiseerde poten om hun voedsel te vermalen voordat ze het consumeren. Dit proces is vergelijkbaar met hoe vogels hun spierma gebruiken om voedsel te malen voor de spijsvertering. Hun voedingsgewoonten zijn gericht op de bodembewonende organismen en ze gebruiken hun poot om op de oceaanbodem naar voedsel te zoeken. Ze hebben ook stekels rond hun mond die hen helpen voedsel te detecteren en te ruiken. Daarnaast kunnen ze de harde schelpen van weekdieren, wormen en andere ongewervelden met hun poten vermalen. Nummer 7. Bruine krabben zijn nachtelijke roofdieren die zich richten op een reeks weekdieren en schaaldieren in hun natuurlijke habitat. Ze hebben sterke scharen die ze gebruiken om de schelpen van hun prooi te verpletteren en open te breken. Bruine krabben zijn opportunistische eters en zullen aas eten, waarbij ze verschillende zeedieren consumeren die ze tegenkomen. Hun dieet omvat kleine vissen, schaaldieren, weekdieren en andere bodembewonende organismen. De sterke scharen van de bruine krab stellen hen in staat hun voedsel effectief te hanteren en te manipuleren. Ze kunnen de harde schelpen van een weekdier en schaaldieren verpletteren, evenals de lichamen van andere prooien uiteenscheuren. Deze vaardigheid om schelpen te openen en toegang te krijgen tot de voedzame inhoud erin is cruciaal voor hun voedingssucces. Er zijn echter zorgen geuit over de hoge concentraties cadmium in het vlees van bruine krabben. Hoewel er wettelijke limieten zijn voor de niveaus van het giftige metaal in wit vlees, zijn er momenteel geen specifieke limieten voor bruin vlees dat over het algemeen nog hogere concentraties bevat. Het consumeren van het bruine vlees van een bruine krab vormt een potentieel gezondheidsrisico vanwege de hoge concentraties cadmium die het kan bevatten. Cadmium is een giftig, zwaar metaal dat zich kan ophopen in het lichaam van vissen, zoogdieren en mensen. Overmatige consumptie van cadmium kan leiden tot nierschade, osteoporose en een verhoogd risico op kanker. Nummer 6. Rivierkreeften zijn zoetwaterschaaldieren die veel voorkomen in stromen, meren, moerassen, sloten en rijstvelden. Ze geven de voorkeur aan zoetwateromgevingen, maar kunnen in sommige gevallen ook brak of zout water tolereren. Fossiel bewijs suggereert dat rivierkreeften meer dan 30 miljoen jaar geleden al bestonden. Hoewel rivierkreeften in veel delen van de wereld als voedsel worden gewaardeerd, zijn er bepaalde overwegingen met betrekking tot hun consumptie. Er is een risico op het oplopen van een parasitaire infectie genaamd paragognomiasis. Deze infectie kan verschillende organen aantasten, waaronder de longen, hersenen en huid. Symptomen kunnen verschijnen tussen 2 tot 16 weken na consumptie en kunnen koorts en hoest omvatten. Rivierkreeften gebruiken ook hun scherpe scharen en twee paar forse loopbenen om hun prooi te vangen. Ze zijn opportunistische eters en zullen actief op zoek gaan naar voedsel in hun omgeving. Wanneer een nietsvermoedend dier voorbij komt, grijpt de rivierkreeft het snel met zijn scharen en gebruiken deze scharen om hun voedsel in kleinere stukjes te scheuren voordat ze het consumeren. Ook hebben ze gespecialiseerde monddelen waarmee ze hun voedsel kunnen malen en verwerken. Nummer 5. De kokoskrab bezit krachtige scharen die worden beschouwd als enkele van de gevaarlijkste wapens in het dierenrijk. Hun knijpkracht kan concurreren met de beet van een leeuw. Net als andere krabben zijn kokoskrabben opportunistische jagers. Ze gebruiken vaak een hinderlaagstrategie waarbij ze zich verstoppen in holen of tussen rotsen, wachten tot een potentiële prooi voor dichterbij komt. Wanneer de kans zich voordoet, gebruiken ze hun scharen om hun prooi te vangen en te onderwerpen.
Hoewel het dieet van een kokoskrab voornamelijk bestaat uit gevallen fruit, noten en plantmateriaal, staan ze er ook bekend om aas te eten en om op kleine dieren te jagen. Ze zijn namelijk waargenomen terwijl ze zich voeden met aas, ratten, vogels en zelfs andere kokoskrabben. Om de ontvangst van interessante geuren in de lucht te verbeteren, bewegen ze hun antennes vergelijkbaar met hoe insecten geuren volgen. Kokoskrabben gebruiken ook een hinderlaagstrategie om vogels te vangen. Ze klimmen 's nachts vaak in bomen en lokaliseren slapende of rustende vogels in nesten of op takken. Met hun krachtige scharen grijpen ze de vogels en kunnen ze hun vleugels breken of uitschakelen. Ze staan erom bekend te aasen op kadavers, inclusief dode vogels. Als ze een overleden vogel tegenkomen, zullen ze zich ermee voeden, gebruikmakend van een beschikbare voedselbron. Nummer 4. De rode koningskrabben zijn carnivoren met een divers dieet en ze eten verschillende zeeorganismen die beschikbaar zijn in hun habitat. Hun dieet omvat typisch kleinere ongewervelden zoals wormen, slakken, mosselen, zeepokken, zeeegels, schelpdieren en vissen. Ze staan bekend om hun krachtige scharen te gebruiken om de exoskeletten van hun prooi te verpletteren, waardoor ze toegang krijgen tot de zachte weefsels binnenin. Het is echter gevaarlijk om deze krabben te vangen. De visserij op rode koningskrabben heeft een van de hoogste sterftecijfers onder beroepen. Volgens gegevens van het CDC is het sterftecijfer onder krabvissers ongeveer 80 keer hoger dan het gemiddelde sterftecijfer onder werknemers. De visserij op rode koningskrab vindt vaak plaats in regio's met extreme weersomstandigheden zoals de Beringzee en de wateren voor de kust van Alaska. Het visseizoen valt typisch in de herfst en winter, wanneer de temperaturen ijskoud zijn en stormen hevig kunnen zijn. De combinatie van vriestemperaturen, ruwe zeeën en uitdagende weersomstandigheden vormt aanzienlijke risico's voor vissers. Nummer 3. Atergates floridus, ook wel bekend als de bloemenkrab, groene eierkrab, pannenkoekenkrab of sjaalkrab, is een soort tropische Indo-Pacifische krab. Een opvallend kenmerk van deze krab is dat het vlees giftig is, zelfs als het gekookt wordt, en consumptie ervan resulteert vaak in de dood. De gifstoffen in het vlees worden gesynthetiseerd door bacteriën van het geslacht Vibrio die in symbiose leven met de krab. De toxines zijn vergelijkbaar met die in kogelvissen zoals tetrodotoxine, dat de primaire toxine is die betrokken is bij verlammende schelpdiervergiftiging. Het eten van deze krab, zelfs als het gekookt is, kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder de dood. De aanwezige gifstoffen in het vlees zijn zeer krachtig en kunnen verlamming en andere levensbedreigende symptomen veroorzaken. De toxiciteit is echter niet uniek voor deze soort alleen. Veel andere krabsoorten uit de familie Sanctidae bevatten ook giftig vlees. Nummer 2. Remipedes zijn typisch blind of hebben zeer beperkt zicht. Levend in pikdonker onderwatergrotten waar licht niet doordringt, hebben ze zich ontwikkeld om te vertrouwen op andere zintuigen zoals aanraking en chemoreceptie om te navigeren en prooi te lokaliseren. Deze wezens zijn uitsluitend te vinden in onderwatergrottenstelsels, vooral in plaatsen zoals de Caribische Zee waar ze ondergedompelde grotten en spleten bewonen. Hun hele levenscyclus, inclusief voeding en voortplanting, is aangetast aan deze donkere, afgezonderde omgeving. Remipedes bezitten gifkleren die krachtige toxines produceren. Wanneer ze een prooi vangen, die vaak bestaat uit kleine schaaldieren en andere ongewervelden, injecteren ze het gif om hun slachtoffers te verlammen. Het gif werkt snel, verlamt de prooi en zorgt ervoor dat de interne weefsels afbreken, waardoor de binnenkant van de prooi in wezen vloeibaar wordt. De toxines verstoren het zenuwstelsel van de prooi en in semen breken de interne weefsels af, waardoor ze in een soepachtige substantie veranderen. Dit proces immobiliseert niet alleen de prooi, maar maakt het ook gemakkelijker voor de remipede om zijn maaltijd te consumeren. Nummer 1. Een van de meest opmerkelijke aspecten van de mozaïekrifkrab is zijn krachtige gif dat neurotoxines bevat. Deze neurotoxines zijn afgeleid van het dieet van de krab, dat vaak bestaat uit diverse zeeorganismen, waaronder giftige zeekomkommers. De mozaïekrifkrab is een krabbensoort die voorkomt in de Indo-Pacifische regio, met name in koraalrifhabitats. Zijn gif bevat krachtige neurotoxines die verlamming en andere neurologische effecten kunnen veroorzaken bij potentiële roofdieren of bedreigingen. Wat hen bijzonder intrigerend maakt, is dat hun gif actief blijft, zelfs nadat de krab is gekookt.
In tegenstelling tot veel toxines die door hitte denatureren, behoudt het neurotoxine in mozaïekrifkrabben hun potentie. Dit vormt een risico voor degenen die ze consumeren zonder de juiste voorbereiding of kennis. Zo verkrijgen mozaïekrifkrabben hun giftige stoffen uit hun dieet dat vaak bestaat uit giftige zeekomkommers. Deze zeekomkommers produceren zelf krachtige toxines als verdedigingsmechanisme tegen roofdieren. De krabben kunnen deze gifstoffen opnemen en opslaan in hun eigen weefsels, waardoor hun vermogen om zichzelf te verdedigen worden versterkt. Ben jij wel eens een gevaarlijk schaaldier tegengekomen? Zo ja, wat voor wezen? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.